Hallo kijkers, de Remachine 90 en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Far Cry 2. Yeah! Jongens, vandaag gaan we weer verder met het veroveren van, eigenlijk de hele kaart. Maar wat we vandaag... Oh, dat is niet het goede knopje. Dat was dit knopje. Ik klikte op uitstappen. Dat moet je niet doen, gozer. Oké, in ieder geval, jongens, waar we vandaag naartoe gaan is naar het zesde stukje. Dat is rechts, dus dat is het stukje, naar het noorden hier. Daar gaan we vandaag dus naartoe. Dat gaan we vandaag verder overnemen. En hoe ver we daarmee komen, zullen we zien. Oké, want alle andere stukjes hebben we al helemaal overgenomen. Ja, behalve daar helemaal hier bij deze kaart stukje aan het zuiden. Daar kunnen we namelijk niet naartoe. We hebben namelijk de vorige keer naar de prison gegaan. Om via daar hier naar binnen te gaan. Maar dan konden we niet naar binnen. Dus ja... Oké, in ieder geval, wat wij vandaag verder ook gaan doen, is natuurlijk zorgen dat wij niet doodgaan. Maar dat klinkt op zich logisch. Oké, het zesde kaartstukje, rechts. Even kijken. Oh. Oké, dat valt op zich nog wel mee. Hoe moet ik dat... Oh, dat is ook nog wel leuk. We kunnen daar niet echt komen. Want deze weg die we moeten nemen, die gaat dan op weg naar het midden. Ja, dan neem ik aan dat midden ons zesde kaartstukje is. Ja, dan moeten we wel onthouden trouwens we dat dan... Oh. Ik heb jullie helemaal niet gezien. Dat jij nog leeft, wat een baas. Maar dan moeten we wel trouwens onthouden dan dat we dat... Nou, ik neem gewoon jouw jeep mee. Ik neem gewoon hun jeep mee. Dan moeten we wel onthouden dat we dan zeg maar dat airfield gedaan hebben. Oké, dan is het zesde kaartstukje het midden. Het midden van het midden. Middelste rij midden. Oké. Ja, ik kan anders niet echt langskomen. Er zit bergen voor. Dus ja. Ja, het airfield kunnen wij doen van dit kaartstukje. Daar komen we langs. Dus laten we dat maar gewoon doen. Gaan hier mensen mij aanvallen? Nee. Oké. Okay. Maar dan gaan we dat airfield even op de kaart brengen. En dan gaan wij naar het midden. Dan gaan we dat kaartstukje overnemen. Is ook goed. Dan doen we dit wel als zevende kaartstukje. Als de kaart zo wil doen, dan doen we het zo. Maakt mij niet uit, als we die kaart maar gewoon overnemen. Dat is het belangrijkste. Niet wat wij als eerste en wat wij als laatste stukje gaan overnemen. Als we het maar gewoon overnemen. Oké, in ieder geval, we zijn bijna bij de airfield. En daarvoor moeten we nu naar rechts. Ik ga er niet heel erg in. We gaan het natuurlijk gewoon op de kaart brengen. En ik hoop dat het niet echt heel erg bewaakt is. Maar ik zou me wel eens kunnen vergissen. Ja, nou, het is gewoon een airfield. Net zoals, zeg maar... in het noordelijke kaart. In het noorden. Dat is gewoon net zo'n airfield. Maar oké. In ieder geval, dan gaan we naar het midden. Dan gaan we dat kaartstukje overnemen. En zijn het er veel? Nee. We zouden dat vandaag op zich nog wel kunnen clearen als we goed doorwerken. Maar oké. Als dat lukt, dan is het altijd leuk. En als het niet lukt, gaan we gewoon de volgende keer verder met het midden dan clearen. Dat vind ik helemaal niet erg. Oké, mooi. Dan gaan wij allereerst dit guard postje scouten. Die hier zit. Oké, mooi. Gaan we weer erbij. Ga jij iets doen, of... Ik wou al zeggen, gaan ze iets doen, of... Waar zit je? Oh, daar. Oh god, wij gaan eraan. Gelukkig dat ik gesaved heb. Nou, we kunnen dit overleven. We gaan dit ook gewoon overleven. Geweldig. Waar zijn ze? Ik zie niet waar ze zijn. Waar zou ik zijn? Waar zou ik zijn? We moeten eventjes schuilen. Holy damn. Ze gaan goed. Ik zie ze niet.
Laten we rennen. Oké, sliden. Oei. Ja, nu moeten ze wel deze kant op komen. Oh, dat vind ik ook niet erg. Zo, kunnen we een beetje beter zien. Hoe mis kan ik schieten? Oké, dat is 1. Neer. Waar is die andere? Ik hoor er nog een. Ik weet alleen niet waar die is. Nou, ondertussen kunnen we even scouten. Oké, waar zoeken wij naar? Waar zoeken wij naar? Ik zag je wel. Ik moest alleen even op jou richten. Oh, hier. Mooi. Oké, dat is dan dus een kogelkamp. Of een kogelkartpost. Oké, weten we dat ook weer. Mooi, dan zullen we nu onze jeep even gaan repareren. En dan gaan we op weg naar het volgende. Oké, mooi. Laten we even saven dan. Want je kan nooit genoeg saven. Jullie weten dat ondertussen wel, dus... Oké, mooi. En dan gaan we naar rechts. Naar, ja, ik weet niet. Naar die guard. Naar dat wapenwinkeltje daar. Dat lijkt me het beste. Het is trouwens wel heel vervelend. Want we moeten... Nee, we moeten niet over dat spoor heen. We zijn geen trein. We zijn geen trein. We moeten hier en dan naar rechts. Alleen wat hier nou zo vervelend is... Is dat er een weg... Die weg helemaal links... Dan moeten we weer helemaal door de zand heen rijden. Dus dat wordt vandaag heel wat omrijden. Oké, als we maar onthouden wat we gedaan hebben... Dan vind ik het goed zat. Oké, mooi. Dan gaan we naar links. En wat we bij de wapenwinkel gaan doen... Is waarschijnlijk gewoon even... Onze loadout van nieuwe kogels pakken. Ammunition pakken. En dan gaan we weer verder. Oh, er staat ook een mooie... Vrachtwagen, dat vind ik goed. Oké, mooi. Even kijken, hier kunnen wij eventjes heal pakken. Waar nodig is. We kunnen eventjes saven. Wat ook nodig is. Op zich. Wapens kunnen we niet meer kopen, want er is geen één wapen meer te koop die ik niet heb. Even kijken. We kunnen hier wel ons loadout even vernieuwen. Zodat de durability niet naar beneden gaat. Kogels kunnen we aanvullen, dit kunnen we aanvullen, dit kunnen we aanvullen. Waarvan dit erg interessant is. Deze even vernieuwen. En ik hoor een diamant. Tenminste, een geluid van een diamant. Dus er is hier ergens links een diamant. Ik zie hem ook nog. Alleen, hoe kom ik daar? Oh, ik weet al hoe. Met het mes. Even kijken. Oké, laten we even crouchen, wou ik zeggen, maar... Het gaat niet. Oké, mooi. We hebben de diamant, ook echt 1. 1 diamant is ook echt heel weinig. Maar dat maakt niet uit. Oké, we hebben dan dit... hoe noem je dat? Dit wapenwinkeltje hebben we ook weer bekeken. Dan gaan we naar die hele mooie... safe house boven. En dat gaan we mooi naartoe met deze vrachtwagen. Die rijdt een stuk beter. Vind ik een stuk fijner om in te rijden. Is beter om in te rammen. En kan beter schieten. Dus. Dan gaan we dat safe house dus even overnemen. En dan gaan we die stad eens bekijken. Met die bus eronder. Dat vind ik namelijk ook wel eens interessant om te zien. En dat is... Dat is Mossate Celao. Mossate Celao. Mossate Celao. Ik ga dat zo vaak verkeerd zeggen, hè. Zo, mooi. Die is neer. Het probleem is alleen dat die brug waarschijnlijk niet breed genoeg is. Voor 2 auto's. Maar, dan doen we het gewoon zo.
Zo komen we daar namelijk ook wel langs. Oké, mooi. Dan moeten we zometeen het afslaggetje naar rechts hebben. En daar is dan die safe house. Oh! Wat is dit voor ideeën? Zijn ze alle twee neer? Weet ik niet. Laten we even overstappen. En dan naar het safe house toe rijden. Hij leeft nog. Nu niet meer. Oh, je hoeft een lock de safe house. Serieus, ze stonden hier gewoon eventjes mooi. Oké. Nou, is ook goed. Ik zou niet weten waarom je hier gaat staan en niet daar, maar dat maakt niet uit. Als je daar wil staan, succes. Het is makkelijker voor mij. Even kijken, hier kunnen we heal pakken wat niet nodig is. En hier kunnen we... Oh, dat is wel handig. Zo'n flesje water kunnen we aanvullen. Oké, mooi. Dan is dat safe house ook overgenomen. Dan kunnen we naar Mossata Selao. Echt een moeilijke naam om uit te spreken. Sorry als ik het trouwens verkeerd uitspreek. Maar ik weet allemaal niet hoe je dat moet uitspreken. Even kijken, mooi. Dan gaan we nu naar... Nee, waarschijnlijk zullen we dit hele kaartstukje niet overnemen vandaag. Maar dan moeten we gewoon even onthouden dat wij die airfield bij dat andere kaartstukje al hebben bekeken. Oh god. Oh, dat werkte. Ik dacht, we zullen waarschijnlijk vast komen te zitten, maar... Ik heb al gezegd dat deze auto goed was in... deze vrachtwagen goed was in rammen. Hier heb je het bewijs. Oké, mooi. Even doorrijden. Ik vind het wel een ruig gebied. Normaal was het gebied niet zo ruig. Hier is het gebied best wel ruig. Maar is niet erg. Is wel leuk. Oké, hoppakee. En dan gaan wij Mossata Selao in. En waarschijnlijk is dat een gebied waar je niet mag schieten. Dus dat vind ik helemaal niet erg. Dan worden we tenminste niet beschoten. Moeten we wel naar binnen zien te komen. Oh, dat is een brug. Ik had verwacht dat het iets anders was. Oké. Dat is het gebied waar ze niet op ons mogen schieten. Dus dat is goed. Oh, er is trouwens een underground area hier. Oké. Nou, dat vind ik helemaal niet erg. Maar we moeten eventjes onze weg zien te rijden naar beneden. Zonder natuurlijk te veel mensen aan te rijden. Ook al zie ik geen één gozer, maar dat maakt niet uit. Voor het geval dat ze er wel zijn, moet ik ze niet aanrijden. Dus even rustig, beetje bij beetje. Gaan we even netjes rijden. Ik weet niet of ik aangereden heb, maar dat maakt niet uit. Oké, dan gaan we namelijk eventjes die busstation even bekijken hier. Waar het precies ligt. En dat is hier. Nou, het ligt best op een mooie plaats. Het is trouwens een hele grote busstation. Dit. Even een groter gebouw dan wat normaal bij een busstation staat. Oké, waar gaan we nu nog naartoe? Dat safe house helemaal linksom erin. Ik denk dat dat wel een mooie plaats is. Om nog even langs te gaan. Oh, dat is het bordje. Wat staat hier trouwens allemaal op? Niet schieten, niet schieten en niet schieten. Voor als je het eerste keer en de tweede keer niet begrepen hebt. Je mag gewoon niet schieten. Oké, mooi doorrijden hier. Ik vind het wel een mooi stadje. Alleen een beetje uitgestorven op dit moment. Maar dat maakt niet uit. Ze hebben hier wel heel veel van die normale auto's. Auto's waar ik dus echt totaal niks aan heb. Ik reed die meneer zijn paal onderuit. Dat is niet handig. Sorry gozers. Ik kan alleen niet zo echt heel netjes rijden met de helft van mijn zicht weg. Dus ja. Ja. Sorry daarvoor. Oké, mooi. Doorrijden. En dan gaan wij de verkeerde kant op. Ja, deze weg kunnen we ook wel in. Maar we moeten eigenlijk die andere weg hebben. En daar reden we gewoon al voorbij. Deze motor maakt trouwens ook echt zo'n heel fijn geluid.
Ik weet niet of het goed is, maar het maakt op zich best wel een mooi kalmerend geluid. Wat slopen wij nou allemaal? Even kijken. Oh, deze auto vliegt bijna in elkaar. Oké. Dat zou verklaren waarom de auto qua motor een beetje lawaai maakt. Maar oké. Instappen. Oh, je kan ook echt niet in het gebied rijden waar die mensen staan. Dat is handig gedaan. Kijk, die mensen dus niet aanrijden. Oké, gewoon rechtdoor. En misschien dat we binnen de volgende keer toch echt een jeep moeten nemen. Dat ik misschien wel wat kan zien. Maar ik moet natuurlijk wel wat kunnen zien. Oké, maar je mag hier weer schieten, dus dat is goed. In mijn geval, want ik wil dat safehouse overnemen. En als we dat safehouse hebben overgenomen, vind ik het alweer mooi geweest voor vandaag. Dan varen we de volgende keer via dat hele kleine riviertje naar Tuurzeewerrecht. Via dat hele kleine riviertje naar die guardpost. En dan veroveren we de rest wel. Maar dat doen we allemaal de volgende keer wel. Vandaag gaan we nog even dat safehouse overnemen. En dan vind ik het mooi geweest. Oké, ik weet niet waar de weg is. Maar hier ergens. Oh, hier. We rijden op de weg. Ik zie niet echt zo heel veel. Oh god. Oh, dat is handig. Bedankt. Dat vind ik handig. Dank u wel. Dank u wel. Dat is echt heel handig. Oké, even doorrijden. Nou ja, op zich heb je dat ding niet nodig. Op zich hoeven we alleen maar dit ding, zeg maar, over te nemen. Oké, daar zijn twee uitgeschakeld. Jij zag mij eerder dan ik jou zag. Oké. Mooi schot. Hier is het trouwens ook heel erg druk. Ik weet niet waar... Komen ze allemaal deze kant op, of... Ik hoop van niet. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk niet. Oké, mooi. Mooi, dan zijn we nu hier. En hebben we dit safehouse ook veroverd. Goed, dan gaan we even naar binnen. En even kijken. Het is... ja. Luxe genoeg. Even kijken. En wat hebben we vandaag allemaal gedaan? Nou, we hebben dat ene safehouse-je. Daar rechtsboven gedaan. We hebben de wapenwinkel bekeken. We hebben die guardpost gescout. We hebben die stad en die busstation bekeken. En we hebben deze safehouse overgenomen. De volgende keer gaan we dus die drie andere dingen boven ons doen. En dan gaan we op weg naar rechts. Om daar verder te gaan. Want we hebben linksboven voltooid. Links midden voltooid. Links onder voltooid. Helemaal onderin hebben we voltooid. Rechts onder. En nu midden. Dus ja. En dan blijft het er nog alleen over. Na midden. Rechts midden. Rechtsboven. En middenboven. Dus ja, we gaan goed. We gaan sneller dan de vorige keer. Maar dat komt ook omdat wij betere wapens hebben en zo. Maar jongens, in ieder geval. Ik zie ook weer dat wij op de tijd zitten. Dus de volgende keer gaan wij weer verder. Met de kaart veroveren. Maar dat zien jullie de volgende keer. Want nu ga ik zeggen, kijk zo een duimpje omhoog. Het met mij, help je kanaal mee. Abonneer je nog niet geabonneerd. Valt er voor mij nog maar niet te zeggen. En het is... Doei!